Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Murdered Soul Suspect. Dit is een detective waarin het de bedoeling is dat je je eigen moord oplost. Ik zie dat ik kan ook met de controller spelen. Even kijken of ik hem aanzet. Dan, ja, mooi, dat is fijn. Dat vind ik altijd prettig. Je moet je eigen moord oplossen. Nou, dat is het enige wat ik er zo'n beetje van weet. Het is een game van Square en ik heb hem gekocht in de Humble Square Bundle. Een tijdje geleden op humblebundle.com. Ik weet niet of hij nog te krijgen is trouwens. Je zou even kunnen checken. Maar goed, ik heb begrepen dat dit wel een toffe game is. Maar ik weet er helemaal niks van. We gaan het gewoon proberen. Nieuw game. A serial killer is terrorizing the normally sleepy streets of Salem. His crude drawing of a bell has been left at the scene of several murders over the past few weeks. Leading police to refer to the murderer as the Bell Killer. We spoke with a public relations officer. Authorities are asking anyone with any leads to contact the SPD's anonymous tip line. Card, the police have yet to attach any meaning or significance to has become synonymous with the hysteria surrounding his murder. You're saying there are no leads? No leads at all? Grow up on the streets, you start thinking you're invincible. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid stole my wallet! Time to make it official. It hurts! You steal my car, you pay the price. Roman O'Connor. You're under arrest for the assault and battery of Vincent Coulter. Guilty on two counts of grand theft auto. On the indictment of burglary, grand larceny, and assault with a deadly weapon. Let me take it. I can't have my sister marrying some bum, right? They do. Oh, yeah, I do. No, Julian. Stay with me, you hear me? Julia. No, stay with me! Stay with me! Your family wore felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're fucking criminal. You need to slow down, man. Right? This is crazy. I didn't know better. So you actually want to die. Turn around. You're under arrest. Stay where you are, dirtbag. I'm coming back up. You have the right to remain silent. Any cop you throw out of a window will hunt you down. Okay. Kick your ass. Goed. Dit was wel echt een moddervette introductie. Dus die man is opgegroeid als straatjochie, crimineel geweest, uiteindelijk politieagent geworden. En zijn hele leven, al zijn gebeurtenissen, heeft hij laten tatoeëren op zijn lijf. Echt heel cool dit. Maar we lopen lekker door. We gaan gewoon... Kan niet anders, ik moet gewoon doorlopen. En... Oké, goed. En open die deur. Damn it. Oké. Dat wil niet. Knob ain't even moving, it's stuck.
Watch it, lady. God. No. No. No, no, no. Okay. Hij is dus toch dood. I'm still alive. I can fix it. If I just get back in my body, then maybe I'll wake up. Okay. Nu moeten we uitlijnen. Laten we dat eens doen. Goed, een beetje zo. Erin en uitgelijnd. Andere hand. Ja. Krijg ik dat nou recht dan? Of zo? Oké. En ons hoofd nog eventjes goed doen. Opzij. Come on. Someone had to hear that glass shatter. Oké, we gaan naar het licht. Ronan? Jemig, wat fel. Wie staat daar dan? Het zijn schimmen. Ik moet naar het licht, weet ik wel, maar ik ben even benieuwd wat daar is. Staat daar zijn vrouw? Ronan? I can't believe it. I can't believe I found you. Oh my God. Julia. I thought I'd never see you again. You look good. I look better. God, I've missed you. I would give anything to be there with you. For us to be together again, but... But what? Oh, no, no, not again, not you. If you're not here, where are you? It's the other side of the bridge. Bridge? What bridge? Where you are is a prison. Or a bridge. It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. You need to move on. Move on? Is that where you are? Don't worry about me. Something about your life isn't finished yet. We don't have much time. Think. What about your life feels unresolved? I don't know. Figure that out. Now go. No. Julia, you left me once and it destroyed me. Please, please don't leave me again. We'll see each other again, love. Just save yourself. No, 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 Julia! Don't leave me, Julia! Damn it! Hello?
There's a man in the street outside the Regal Apartments bleeding. He's been shot. Send an ambulance. He's not breathing. My friend says he's not breathing. I can't feel a pulse. There's broken glass everywhere and a lot of blood. Man. This is bad. Yeah, I'll stay on the line until help arrives. Ja, hij is dood eigenlijk, maar goed. We moeten praten met hem. Hey man, can you hear me? Nou, dat had ik al wel verwacht. En zij ook niet natuurlijk. Lady, please. Damn it. Hey, you. Hey, can you hear me? Come back. Oh, dat was een meisje die niet helemaal in haar tijd zat. We moeten naar het licht. Dat is ook weer licht. Oh nee, we moeten naar het geestmeisje zoeken, stond er. Ze heeft nog nooit een dood mens gezien. Ik kan door... Else we can do? Als ik door ze heen loop, dan trilt mijn controller een beetje. Ambulance will be here soon. Ik vind het echt een ontzettend grappig invalshoek, dit. Maar wat gaan we nu doen? Want we hebben dus blijkbaar iets wat we... Ja goed, ik weet dus volgens de beschrijving van de game dat we onze eigen moord moeten oplossen. Maar onze vriendin heeft dus ons uitgelegd dat wij nog onafgemaakte zaken hebben. Wij kunnen hier doorheen lopen. Nee, een geest kan door objecten in de echte wereld lopen. Oftewel, wij kunnen hier doorheen, denk ik. Ja, dat kan. Maar ik denk wel dat die objecten dan zeg maar een beetje zo... Zo'n gloedje eromheen moeten hebben, vermoed ik. Dus ik kan niet... Nee, ik kan ook hier doorheen. Dan loop je dan met al die... Witch Trials at the Salem Museum of History. Oké, dus hier zijn dus ook... heksen verbrand. Dus waarschijnlijk, misschien moeten we daar wat mee doen. We kunnen hier wat mee. Ik dacht even wat te zien daar binnen. Die deur die doet gek. Hey meisje. Gaat ze doen? Kan niet rennen of zo. Laten we maar gewoon achteraan lopen en dan zien we wat er gebeurt. Dit object, kan ik daar doorheen? Daar kan ik niet doorheen. Dan kan er wel langs. Hey, why did you run? It gets old. Giving counsel to the new ones. Don't take it personal. Running through walls, making things appear. You look like you've been here a while. You must know how this place works, then. Works? This place isn't hard to understand. Figure out your gifts, and maybe you won't get trapped here. Okay. Ik kan dus vragen, wat bedoel je met mijn gifts? What do you mean, gifts? Your strengths in life are stronger in death. They become powers here. Some power is unique, some common. Possession, influencing people, manipulating the more fragile of ghostly objects to appear or disappear. Strengths become abilities. Huh. Oké. Waarom kan ik overal doorheen? Die snap ik wel, maar hoe... I thought you had some questions for me. Ja, ik wil weten hoe ik hier kom vast te zitten. Who are you? Looks like you've been here a while. Me? I'm just someone like you. But hear me when I say this is no playground. You can rob yourself of your future, or others can do it for you. Okay. The door just hit me, but I'm passing through other stuff. What is it with this place? I thought I'd be able to walk through everything. We can't enter the buildings the people of Salem have consecrated. Save through an opening. An open drawer or a window. But once inside, walls and doors hold no power over us. You'll know the ghostly objects we can't pass through by their blue glow. It will all seem logical in due time. Nou ja, dat begreep ik al. No, I'm sorry, I don't understand what you're talking about. How could I rob my own future? You're here to resolve something.
You don't resolve it, you don't leave. Don't worry, that's pretty common. Common? That's crazy. Onafgemaakte zaken dus. What do you mean others can steal my future? Demons. They were once like us, but lost themselves. They can never move on now, and exist only to consume those lingering here. Those like us. I getcha. Dus we krijgen te maken met demonen. Okay. So, I need to figure out who killed me and stop him. That's the way I can get out of here. Well, best of luck to you. Wait, there's more I need to know. Holy shit! Be careful out there. You never know what's waiting around the corner. Weird. Ja, dat is echt raar. Okay. We hebben informatie. Dat kunnen we allemaal hier terugvinden. Return to the scene of my murder. Ik moet terug naar de plek waar ik dood gegaan ben. Maar niet via hier. Want hier zien we al die gekke handjes. Je kan hier vast niet overheen. Of wel? Nee. Oké. Goed, weer wat geleerd. Nou, dat is duidelijk. Daar kan ik dus niet langs. Dus we gaan ergens anders langs. Ik zie daar van allerlei dingen gloeien. Die hele... Ik kan niet springen of zo, hè? Nee. Dus hoe komen wij bijvoorbeeld... daar? Nee, hier kan ik wel doorheen. Toch ramen kan ik er wel doorheen? Nee, niet. Ja, dus ik moet gewoon terug... Kijk, daar mag ik dus niet langs. Dan ga ik hier gewoon weer langs. Daar zo ben ik al gekomen. Dan kan ik ook wel weer... Ja, dat werkt ook. This way to the street. Dat staat ook gewoon. Zit daar een gat in de muur? Was dat net ook zo? Huh. Je kan niet rennen. Kijk, er staat een of andere creepy schim. Ja, nou ja, we zijn zelf natuurlijk ook creepy. We zijn allemaal ghosts. Oh, dat was wat ik net zag. Dit zijn schimmen. Oké. We gaan de stad in. Seeing your own body lying on the street. It's like looking in a mirror you don't want to see, but can't turn away from. And that's when you realize you no longer know which one's real, and which is the reflection. Great idea, Baxter. Tamper with the evidence. Backup. Who needs backup? You shouldn't have tried to be one of us. Man, you were one dumb son of a bitch. Sir? Hey, Baxter, hey! Hey, just get back to taking them statements. Come on. Yeah, I'm the stupid one. Look, this is not your scene, Lieutenant. Just pay your respects and move on, please. Yeah, maybe it's not my scene. But it is my case. Tomorrow it'll be my case. And the next day. Until we catch him. You do well to remember that, Sergeant. Look, I'm just following Captain's orders here. You know the procedure when a family member is...
Take all the time you need, LT. I lost count of the times I wished you were dead. You do me a favor, Codman. Tell Julie I miss her. She knows, Rex. She knows. I need to find my killer's trail before it goes cold. Hij is waarschijnlijk de broer van zijn vrouw. Zijn zwager. Oké, ik kan hier alles onderzoeken. Kijken of ik dingen kan vinden. Ik moet mijn ogen op Stuart's notepad. See what they've learned. Did you see the man in the hood? Yes. No, I saw him. He killed that man in the street. Our city. Look at all these people. It's good for you. It'd be nice to know what they're talking about. I gotta see if they found any leads that I don't already know about. We gaan aanwijzingen zoeken voor mijn eigen moord. Nou, we kunnen even mijn lichaam bekijken. Oké. Overkill. Ja, dat is duidelijk. Ik kan informatie krijgen van mijn eigen... ik zet de verkeerde knop in. Hier is de informatie. Kijk, alle aanwijzingen die ik vind, die zocht ik net trouwens ook, die staan dus hier. Oké. Beaten, thrown from a window and shot to death. Whoever my killer is, he wanted me dead. En dit zijn alle zaken die ik nog heb openstaan, zeg maar. Dit is de gozer die me neerschoot. Dit is uitleg over de demonische zaken. Dat ik hier gevangen zit. En de mogelijkheden die ik heb als geest. En dat was bij de Ghost Girl. En dit is dan op de straat, mijn eigen dood. En nu gaan we de boel verder onderzoeken. We gaan even in zijn dingetje kijken. Ik kan hem bezitten met een rechter trigger. Laten we dat eens even proberen. Oké. En nu gaan wij kijken. Oké. Even kijken. Peeking through the eyes of the living allows you to further your investigation by selecting the most relevant information you find. Oké. Wat is hier uitgevonden over mijn moordenaar? De forensics die moeten hier naartoe komen, snel mogelijk. Tenants missing. Dus de huurders zijn... En de enige wapens die zijn gevonden behoren toe aan Ronan. Oké, dus ze hebben geen andere wapens gevonden. Hij heeft mij doodgemaakt met mijn eigen wapen, omdat hij geen wapen van zichzelf had. Dat hebben we nu gevonden. Kan ik nog meer bekijken? Nee, ik kan niet meer bekijken. Ik kan hem wel weer dispossessen. Als ik hem nu weer possess, kan ik dan weer kijken? Nee. Meer kan ik niet doen. Dus, dit is wel een cool trucje zeg dit. We kunnen ook deze agent bezitten. En vervolgens zijn gedachten lezen. Jeez, Ronan. Can't even turn around to look. Oké. Verder kunnen we niks, dus we gaan hem bezitten en luisteren wat hij denkt. Hard to believe that's a dead body right there. Nee, je hebt gelijk. Zij. This is all just so out of control. Je kan verder niet lopen of zo met ze, hoor. Ze zijn echt gewoon. Wat heeft zij? Why do I have to get these little town meets? Can't wait till I get assigned to Boston. Oh, het is niet belangrijk genoeg voor haar. Oké, weten we dat ook weer. Verder nog iets wat we moeten bekijken. Deze agent daar. This whole thing is just weird. All of us cops just get nowhere. Je hebt gelijk. Why does this always happen to me? All I wanted was to go home and get a nice dinner and... Hey, you okay? I don't even know why am I even here thinking about this. I should just go home and get into bed under the covers. Oh, ze heeft zomaar zichzelf te doen. Okay. Be patient with her. She's upset. She's not used to dealing with scenes like this. Oh, hij is wel een goede agent, hè? En zij denkt het volgende. Oh, ze heeft invloed. Wat voor invloed heeft ze? Oké. Wat zou ervoor zorgen dat zij echt zegt wie ze zag? Wapens. De killer heeft mijn eigen wapen gebruikt.
Even zien. Ja, dat kan dus niet. Dit kan nog niet. Ik ga even naar die agenten. Niks? Nee? Ik ga even luisteren. What a night, huh, Robinson? Yeah. Crazy. Ronan. Unbelievable. I don't get it. What was he even doing here? Asking for it. A witness called in saying he saw the Bell Killer enter a building. Ronan responds, disregards orders for backup. Next thing you know, the Bell Killer tried to see if he could make him sprout angel wings. And then bam, 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 bam. Really, 7 to the chest, you really point blank. You really have no idea when to quit, do you, Baxter? You ever take a look at those tattoos of his? All that gangland prison crap? He was more criminal than cop. Yeah. You live like a thief, you die like a thief. He was still a badge, dickhead. Precies. Wat een eikel. Nou, we kunnen verder niks met hem. Wat we wel kunnen, dat is onze invloed uitoefenen. En dat gaan we nu doen op die persoon daar. Dat is duidelijk. We gaan ons haar bezitten en we gaan invloed uitoefenen. Want we weten nu dit. De Bellkiller, daar kunnen we het over gaan hebben. Oké. Ik ben hier gekomen om uit te zoeken wie de Bellkiller is. Die zou in de buurt gezien zijn. Nou, is dit een relevante aanwijzing? Ja, ik zag het. Dat man in de hood. Outside. Looking up at the top apartment on the fourth floor, I think. Ah, kijk aan. Dit is goede informatie. Oké. We kunnen het onderzoek afsluiten. Blijkbaar hebben we nu genoeg uitgevonden hier. Want ik kan ik hier niet weg, hè. Ik heb weinig zin om daar naartoe te gaan. Ik kan ook het huis niet in, denk ik, waar ik uitkwam. Dus we sluiten dit onderzoek af. The killer came here for a reason. But what was it? The apartment up there must have some clues. Except that's my way in, and it's closed. Fantastic. Well, here's my chance. I just need to follow Stuart into the building. Er staat daar een geest, mevrouw. Hey, excuse me. Do I need to wait for someone to open a door every time I want to go inside? Yeah, any buildings that were consecrated can be a bit tricky getting into, but once you're inside, it's smooth sailing. Same goes for getting out. Open doors, windows, whatever. It's all fair game. How many buildings are like this? Around here, pretty much all of them. Don't worry, you'll get the hang of it. Thanks. Cool. Cool dat er ook geesten zijn die gewoon even een praatje met jullie maken. We kunnen dus hier naar binnen, want de deur is open. Hij kreeg een rilling. Hey, Sarge. 1019. Please return to the scene. 10-4. Hoe jemig. Dat was creepy. Oh, it's just you. I knew I heard something. Ja, die geesten kijken niet meer op van andere geesten, hè. Zo is het ook. We zitten nu in het appartement. Ja, ik moet eigenlijk stoppen, want we zitten alweer aardig aan de tijd. Maar laten we even door die muur lopen, want het kan nu, hè. Laten we dat ook doen. Hey, die man zit naar buiten te kijken. Zeg het eens. Hey. Shit. You trying to give me another heart attack? No, I just... It was rhetorical, for God's sake. Come on, don't look so lost. Take a look around or something. You know, spy a little. It's not like anyone's gonna stop you. Oké, we gaan rondkijken en een beetje de spion uithangen. Dus deze man... Het zit hier in dit appartement, we gaan hier door. I'm sure you saw the whole thing and that makes you special. Always looking out the window, sticking your nose in everyone else's business. I did see it.
and I'm going to have nightmares. I think we've got enough nightmares to last us a while. Don't talk about that. Don't ever talk about that. I'm happy to stop talking. I'm trying to watch a show, you know. Oké dan. Zij heeft iets gezien van hem bezitten. En ik kan even zijn gedachten lezen. You get a better view of the street on TV. Oké. Oh ja, want die vrouw die we net zagen, die gefilmd wordt, die zien we daar. Wat cool. Maar zij heeft alles gezien. Maybe if I stopped bringing him snacks, he might look around the room to see if I was still here. Oh, ze wordt genegeerd door haar man. En we hebben verder niet zoveel aan haar. Ik moet stoppen. Ik vind het zo cool dit. Ik vind het echt een toffe manier van onderzoeken. Hé, hey, kan ik hier doorheen? Oh ja, dat kan ook nog. Wat dichter op de grond dan? Kijk, ik bedoel, ik wil nog wat meer laten zien. Dus ik ben benieuwd hoe dat zit met die demon die we zagen. Wat ligt hier? Kan, zijn het spullen die ik kan oppakken? Nee. Het zijn gewoon dingen die gloeien. Oké. Okay. Ik kan echt hier overal erheen shocken. Maar goed, we moeten natuurlijk wel een keer stoppen. Dus wat het nou was, die hele geest. Daar komen we vast wel vroeger een keer achter. Maar niet nu. Maar ik vind het hele idee van mensen. Mensen. Zeg maar. Bezitten. Zeg ik dat goed? Oké. Okay. Every time we visit Jennifer at this place, it's the same weird characters. That other lady on the second floor, she changes boyfriends like she changes sweaters. And my goodness, the racket. I know that upsets you, dear. And you know what else? Those guys on the third floor, you'd think they were trying to raise the dead. Speaking of dead, I'm pretty sure I heard shots outside. God, I wish she'd move out of this neighborhood. Are you listening to me? I need you to listen to me. My granddaughter needs a yard. Where does she play? The street? Okay, dat zegt hij. En zij denkt... Hope he doesn't ask any questions. He'll know I've tuned him out. Ze luistert niet naar hem. Hij klaagt maar ze luistert niet. En wat hebben we daar? Een krantje. Case files. There are many types of objects to discover in Salem. Pay attention to your surroundings. Oké, een verzameldingetje. Even the simplest paper can reveal secrets about Salem. Dus we hebben nu iets geleerd over Salem. Ik moet even een goede knop indrukken. En dan zien wij informatie over Salem. Even kijken, gewelddadige doden. Die met elkaar te maken hebben. Een paar pittige aantal maanden volgens de politie. Maar we zullen nog geen conclusies trekken. Of ook geen verbindingen leggen tussen de verschillende moorden. Ze gaan elke moord grondig doorzoeken of onderzoeken. En dan pas op basis van de bewijzen een oordeel vellen. Nou, ondertussen zie ik hier ook alles op de grond. Die teken op de grond, die betekent ook vast wat. Maar ja, wat? I don't know. Hier zie je een soort halve ketel. Dit was vroeger het ketelhok dus, blijkbaar. En dan kunnen we dus... Oh, dat kunnen we onthullen? Oh, en dan? Kunnen we dat verzamelen? Ah, oh, die heb ik net ook gezien. Dus dat... Oh, zo werkt dat. Wacht even, dan moeten we even kijken. Want dit hier, daar valt niks aan te onthullen, denk ik. Geen idee wat het is, maar... Dit, hier ligt iets op. Een crime alert. Even kijken. Oké, een waarschuwingsposter over die bell killer. Maar hier zag ik ook wat binnen. Is dat ook iets dat we dan kunnen compleet maken? Nee. Ja, ik vind het erg leuk. Ik vind het erg, erg leuk. Maar ik moet wel stoppen. Dat ga ik ook doen. Terwijl ik hier in het appartement gebouw. Ik kan niet naar buiten, of wel? Nee, dat niet. Nou goed, ik ga stoppen. Ik hoop. Ik blijf maar vol verwondering kijken en opletten of ik geen aanwijzingen zie. En ik weet zeker dat ik de trap op moet. Maar goed, nou weet je wat we doen? We lopen nog heel even naar boven. Ja, ik vind het erg tof dit. Je ziet allemaal aanwijzingen. Wat we gaan doen is, ik loop nog heel even naar boven. En dan zet ik er een dikke, vette punt achter.
Hey. How the hell did it come back? Did I do that? Hey, come back! Those notes aren't for you. Great. Looks like some sort of code or something. All right, well, I made it up to the fourth floor before the police cart away the evidence. Nou, goed. Tot zover. We zetten een dik vette punt achter met deze rare tekens. Ik hoop dat je het leuk vond. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen. Ik zie je dan dolgraag de volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Murdered Soul Suspect. Bye bye.